Ja, hij is, wat is hij de Noord-Holland? Hij is underground. Nicky Terpstra en ik hebben een route gemaakt. En die wordt ieder jaar een beetje aangepast. Aangezien het PWN die paden steeds weer dichtgooit, zeg maar. Dan mag je opeens weer niet fietsen waar je vorig jaar wel mocht fietsen. Maar wij hebben de mooiste route gemaakt door de Noord-Hollandse duinen. Dit jaar is 90 kilometer. Als je goed je best doet, kan je hem vinden op internet. Maar de eerste, dat werd een soort Project X. We hadden hem op internet gezet, 1400 keer gedownload. En de politie wilde niet dat we hem lieten doorgaan. Normaal is je altijd 24 december om 8 uur vertrekken we Duinvermaak Bergen. Eerste jaar hebben we hem af moeten lassen. Stond er toch nog 200 man, 4 politieauto's. En allerlei camera's in de duin om te kijken of wij niet, zeg maar, die paden aan het kapotmaken waren. En vorig jaar hadden we hem weer stiekem op internet gezet met een Insta-swipe-uppie of zo, een GPX-file. En toen kregen Nicky en ik allebei een aangetekende brief thuis, waarin een dwangsom stond van 25.000 euro pp als wij in de buurt van Duinvermaak Bergen waren om 8 uur 's ochtends op 24 december. Ik zie nog alsof er zo... Ik heb hem maar niet laten zien. Jonge hertjes keken jullie in de camera. Daar waren jullie echt een beetje scary voor. Nou, hebben we niet gedaan. Nee, ja, ik bedoel, ja, als ze dat soort dingen doen, ik zeg, Nick, doe het maar gewoon niet. Want ze wil het gewoon echt niet hebben. Anders gaan ze dat niet... Ik zou er dan vroeger wel geweest zijn. Ja. Maar... Laat je eerst nog maar pakken. Hij is dit jaar 90 kilometer. Ja, dat is 90 waar. Kilometer en ik hoor... Ik heb hem gisteren gereden. Hij staat op mijn Strava. Maar het is ook gewoon koersen. Dus jij rijdt gisteren 90, vandaag 160. Ah, ja. Je bent echt al serieus bezig. He's back. Nou. Ik heb gewoon 3 dagen kapot afgezien bij die gozer in het wiel. De eerste dag dat hij thuis was, zegt hij zo, eindelijk weer trainen. Ja. Dat was een moeilijk momentje. Nee, maar Noord-Holland bestaat. Maar het is nu een beetje via privé-appgroep. Er is niks officieels. Weet je wie hier vandaag ook is? Nou, ik noemde hem al om 8 uur bij het Duinvermaak. Ja. Thomas is erbij op straffen van 25.000 euro dwangsom. Start swinging, the devil's grinning, he keeps on singing. Hearts get heavy and time's an enemy.